La 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 la. Wat gaan we vandaag eens opnemen? Call of Duty. Ik heb geen idee. Kunnen. GTA. Video maken. Ja, hoe leuk is dat nou weer? Een GTA Pimp video. Yeah. Wat hoor ik nou? Ik hoor wat. Nee, wat hoor ik? Gaan we vandaag weer eens een video opnemen. We gaan lekker. Autopumpen en GTA V online. Het is niet zomaar een auto vandaag, want het is een hele leuke avond op auto. Ja. Ik weet, ik ben niet helemaal normaal, want ik ben de broer van Frankenstein. Frankenstein. Ja, dat is mijn naam, Frankenstein. Ik ben de eerste special guest voor deze week. In de loop van deze week, in de loop van Halloween, komen er andere gasten. Mijn broeders. En die komen jullie allemaal halen. Vandaag gaan we lekker een autootje pimpen. Dus, ik zie je in mijn prachtige Frankenstein auto. Ja! Oké, we gaan even een voice changer gebruiken, maar anders ben ik niet te verstaan en dat is ook heel irritant voor jullie. Dus ik ga even Ryan de Bakker zijn stem gebruiken, dus ik activeer nu de voice changer. En nu klink ik als Ryan. Oké, ik ben nog altijd Frankenstein, maar ik ben Ryan. Hallo. Vandaag gaan we een lake auto pimpen in de Halloween sfeer, dus we gaan even hier naar het internet en ik ga jullie tonen welke dat is. Bij Souder en San Andreas kan je de hier, de Albani Lurcher, en die is 650, maar hij staat in korting aan 4, korting aan 455, dus hij is een beetje goedkoper. Dus vandaag gaan we die pimpen en je ziet het, het is Halloween. Ook in GTA moeten we profiteren van het Halloween. Dus we gaan vandaag gewoon een video. Gewoon een auto pimpen. Later deze week komt er nog waarschijnlijk een free roam. Met mijn broeder, een andere monster. Geen idee wie er zin heeft, maar er komt sowieso nog een andere broeder op bezoek. Hoppa, we gaan hem pimpen. Ik heb ook mezelf, mijn broer, mijn dode broer, van achteren hier ingelegd. Die ligt in de koffer. Ik ben Frankenstein, mijn vader is Frankenstein. En van achteren ligt Frankenbaksteen. Ja, Frankenbaksteen. Nou, we gaan brakes erop zetten. De voorbumper kunnen we ook gaan upgraden. De achterbumper, oh, een wheeliebar. Oké, we gaan een wheeliebar zetten.
De engine kunnen we ook fully upgraden. De uitlaat. Uitlaat aan de zijkant. Gooi het er maar op, zou ik zeggen. Explosives, de grill kunnen we ook aan aanpassen. Ik vind de standaard grill wel eigenlijk perfect. De hoed. We kunnen een hoedje erin brengen. Een vent, klein hoedje. Oh. Oh. Gaan we hem rustig houden? Of gaan we hem gewoon diehard maken? We gaan hem diehard maken. We gaan hem diehard. De musical. Je hebt toch Halloween? Ah. Prachtig. 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 Oké, we gebruiken deze. Interieur. We kunnen natuurlijk een poppetje erin zetten. Natuurlijk moet ook wel een angstaanjagend kijken. Kan hij mezelf niet vinden? Kijk, Frankenstein. Ja, Frankenstein. Die moeten we hebben, of een weerwolf. Maar we gaan voor Frankenstein. Welk pak heb ik aan? Een zwart-wit pak. Nou, oké, dit is perfect. Lights. Hoppa, deze. Neonkitje mag er wel zeker onder. Livery. Ik kan kiezen voor bloed erop, maar dat vind ik leuk, dus ik ga voor de doodshoofdjes. De plate. Doen we zo. Respray. Welke kleuren gaat? Doen we later, doen we later. Suspension. Nou, gooi helemaal laag in de grond. Transmissie erin. Hoppa. Turbootje erop. Wieltjes. Natuurlijk lowrider, hè. We gooien dan gewoon lowrider velgen onder. Dit vind ik eigenlijk perfect. Turbine, hoppa. Wheelcolor doen we later. De tires kunnen we... of ja, bulletproof tires kunnen we al. Windows, hoppa. En dan zijn we er. Dan moeten we alleen nog maar het kleurtje doen. Dus ik ben benieuwd. En jullie, hebben jullie allemaal al genoten van Frankenstein, jongens? Laat weten in de comments als jullie Frankenstein leuk vinden. De primary color. Wat voor kleur doen we? Oh. Donker, donker, donkerblauw. Maak ik kijken. In metallic. Kijk. Dit is perfect. Dit is perfect. Dan moeten we de lichten nog doen. Color. Ja, blacklight. Zo. Moeten we de vaagjes nog doen. Hoppa. Die doen we blauw of zwart. Wat gaan we doen? Ah, dus maar blauw. Dus maar blauw. Hoppa, en dan zijn we eigenlijk al klaar. En we gaan gewoon naar buiten. We gaan gewoon een toertje maken met Frankenstein. Waggie. Waggie. Kom aan. Kom aan. Maar. Oké, dit ziet er echt perfect uit, deze auto. Eigenlijk moeten we nog. Vergeet, hebben we nog 147k. Eigenlijk moeten we nog naar de maskershop. Achter een Frankenstein. Een echte Frankenstein masker. Dan is het helemaal compleet eigenlijk, hè. Hoppa, we gaan even naar het strand. Ik moet zeggen, ik draag altijd een bril, want ik heb geen ogen in mijn kop. Ik zie niet echt zoveel met die bril ook. Het is veel te donker, joh. Ik vind ook wel dat ik een hele hippe, swaggy bril heb voor een Frankenstein. Dat is ook alleen maar mooi, hè. Laat weten welke broeder er volgende keer moet komen. Ik heb meneer de clown liggen. Ik heb Casa de Papel die op bezoek kan. Ik heb een varken die op bezoek. Ik heb een aap die op bezoek kan. Ja, ik heb iedereen, laat me weten. Hoppa. Een masker.
Monsters. Frankenstein. Waar is die Frankenstein? Dat zijn allemaal skulls. Hebben ze nog iets anders dan skulls? Oh, hier. Beast. Oh, nee, dat ben ik niet. Nee, dat ben ik ook niet. 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 Ben ik ook niet. Ben ik ook niet. Ook niet. Ook niet. Ook niet. Ook niet. Oh, ja. Dit ben ik. Hoppa. Kijk. Ik lijk nu helemaal op. Nee, eigenlijk totaal niet, hè. Maar ik ben Frankenstein. Hoe leuk is dit? Maar we hebben de auto gebimd. Is het zijn geld waard? Voor Halloween is hij wel zijn geld waard, maar anders is hij wel te duur. Als jij hem wilt, kan je hem halen. Is niet echt te pimpen. Het valt mee, maar het is gewoon een thema van Halloween, hè. Dus als je ook wil Frankenstein worden, dan kan je altijd deze wagen halen. En dan kan je met mijn broeder. Frankenbaksteen, die hier achter ligt. Kan je ook gezellig chillen? Kan je erbij gaan liggen? Ja. Ik heb mijn stem terug. Ik heb mijn stem terug van Frankenstein. Hebben jullie genoten van deze prachtige video? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Ik heb maar een halve duim meer. Mijn ene duim is langer dan mijn andere duim. Dit is een groot probleem. Maar doe een duimpje omhoog. Vergeet ook niet keihard te rammen op de abonneerknop. Want dat zou ik heel fijn vinden. Laat weten wie er de volgende keer op bezoek moet komen. En zijn we de volgende keer terug met een nieuwe video. Mwah.